Maar Odysseus nam Iros bij de voet en sleurde hem naar buiten door de deur, totdat hij in de voorhof bij de poort kwam van de zuilengang. Hij deed hem zitten geleund tegen de muur, waarmee de voorhof wordt omheind, en stak hem een stok in handen. Hij sprak tot hem en gaf zijn woorden vleugels. Blijf jij hier zitten en verdrijf de varkens en honden, speel niet langer meer de baas over de bedelaars en vreemdelingen, jij zielenpoot, want anders overkomt jou wellicht een nog groter ellende.